Mijn naam is Marjolein van den Berg. Ik ben 20 jaar en ik ben op dit moment derdejaars student fiscale economie aan de Universiteit van Tilburg. In mijn eerste jaar ben ik begonnen met bedrijfseconomie. Toen kwam ik voor het eerst in aanraking met het recht. Ik had op de middelbare school niet gedacht dat ik het recht zo leuk zou vinden. En daarom heb ik de keuze gemaakt om over te stappen naar fiscale economie. Wat ik zo interessant vind aan deze studie is dat iedere situatie anders is. Je moet elke keer weer gaan kijken welk wetsartikel er op deze situatie van toepassing is. En het is heel dynamisch, want wetsartikelen veranderen. Er komt steeds nieuwe jurisprudentie bij kijken en ja, het is steeds even puzzelen van wat is nou van toepassing op deze situatie. Het meest interessant vind ik het vak omzetbelasting. Omzetbelasting is de grootste belastingopbrengst van alle belastingen en het heeft daarom veel invloed op de maatschappij en daarom vind ik het interessant. Het is mogelijk om tijdens je studie een bijbaantje te volgen binnen de fiscaliteit. Het is vaak ook een opstapje naar een fulltime contract. Als het tijdens je studie al wederzijds bevalt, dan biedt je werkgever vaak ook een fulltime contract aan waar je dan meteen aan de slag kunt als je bent afgestudeerd. Ik ben van plan om per september te beginnen met mijn master fiscale economie. Ik wil me daarbij specialiseren in de tak omzetbelasting. Ik wil mijn masterthesis daarover schrijven en het liefst bij een bedrijf. Daarnaast, als ik mijn master heb afgerond, wil ik graag beginnen bij een groot fiscaal advieskantoor. En daar de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs opleiding volgen. En vooral doen wat ik leuk vind.